Van première tot borrel, van opening tot de allerhipste events. Ik rol de loper uit voor je en neem je overal mee naartoe. Vandaag rol ik mijn roze loper uit bij de lancering van Halo Top. Een ijsmerk wat heel weinig calorieën bevat. En ik mag dus gaan sporten met puppy's. Helemaal gelukkig word ik daarvan. All the way from LA, Jackie, how is it to be here in Amsterdam? It's amazing. We are so excited to be launching Halo Top in the Netherlands. Which one is your favorite? Actually, one of my favorites of our whole entire line is the chocolate chip cookie dough. It's incredible. There's chunks of chocolate, cookie dough. It's so delicious. Okay, but when you say it like that, it sounds like something that you cannot eat a whole tub from. But with this one, it's different, right? It is. It's totally different. So all of our flavors are low in fat, low in calories. So the entire tub, I mean, depending on the flavor, has anywhere from 280 to 320 calories. How often do you eat a whole one? A lot, to be honest. It's yeah, I can imagine, because you don't have to do a lot of sports to get it off again. You don't. Are you also going to do the yoga class? I am. I think I'm going to have to change out of this blazer, put on my workout clothes, and start running around with some puppies and Pilates. Yes. Why the puppies? Just because, you know, we wanted to bring together a bunch of different things that make everybody happy. Ice cream, puppies, exercise, all here in one place. Nice. Okay, let's get into yoga clothes. Ellen. Je hebt natuurlijk altijd heel erg hoog gesport. Heb je dan nu ook, nu het dan niet meer topsport is, dat je ook anders eet? Want ik kan me voorstellen dat je cravings dat toch iets moeilijker was. Pas in het begin had ik dus echt precies hetzelfde eetschema als toen ik stopte met hockey. En toen merkte ik dat van 10 keer naar 2-3 keer trainen in een week. Dus dat merkte ik wel echt aan mijn lijf. Chocoladetaart die ik dan na een wedstrijd wel eens nog naar binnen kon werken, die neem ik dan nu. Dan neem ik nu een gezonde, weet je. Nou, we hebben ook de buzzing questions hier. Ja. Het idee is dat jij zelf een geluidje hier mag inspreken. Ik stel je een vraag. Je geeft gewoon antwoord het eerste wat hier opkomt. En dan, als je antwoord hebt gegeven, druk je op die knop. Als je moest kiezen, liever een stroopwafel of een hele bak ijs? Hele bak ijs. Noem 3 dingen die altijd koud zijn. IJs. Chocoladeijs, cinnamon roll ijs. Alleen maar ijs. Als jij een ijsmaak zou zijn, welke zou jij dan zijn? Ik denk nu chocola, want sinds ik zwanger ben eet ik echt veel meer chocola dan normaal. Volgende. 3 dingen die je niet moet likken. Wat een gekke vraag. Een aardbeilolie, vind ik heel vies. Oké, okay, ja. Ja, weet ik veel. Gewoon een hele vieze bezweten man. De wc-bril. Dat zou ik ook niet doen, nee. Je mag pas ijs eten als het gesmolten is, of na iedere hap moet je kreunen van genot. Nee, toch gewoon lekker kreunen van genot. Ja? Ja, gesmolten ijs. Ja, nee, en lekker kreunen van genot. Het is gewoon lachen, iedereen een beetje kijken. Ja, oké. Okay. Thanks. Ja. Doe je straks ook mee met de yoga? Ik doe even mee. Oké, okay, gezellig. Ja, ik ga ook meedoen. Oké, ben benieuwd. Top! Ik ben er klaar voor. Kom jij voor de puppy's of kom je voor het ijs? Voor de puppies. En de ijs is leuke bijkomstigheid. Heel leuke bijkomstigheid, okay. Ja. Goeie vraag. Ja. Dat is heel moeilijk, want eigenlijk zijn ze een beetje van allebei gewoon essentieel voor het leven. Ik vind de ijs heel lekker, maar ik kom voor de puppies. Yay! Ervan, Pilates en puppies. Ja, zelf wel fluffernis om je heen terwijl je workout doet, dat is toch te gezellig. Ik was helemaal afgeleid de hele tijd. Ja, ik ook. Ik heb eigenlijk niks van de Pilatesles meegekregen. Ik focus me alleen maar op de honden. Want ze zijn zo cute. Zo lief, maar gewoon niet normaal. Deze heeft even schubbelingen daar. Ja, hier blijven. Ik heb eigenlijk weinig aandacht aan de Pilates besteed, moet ik eerlijk zeggen. En vooral aan de puppies. Maar ik vond het wel leuk. Wil je nu ook zelf een puppy? Ja. Ja, ik ook. Ja, dat heeft volgens mij iedereen. Iedereen die hier was, die wil nu ook een hond. Heb je het ijs, had je dat al geproefd? Ja, ik had thuis al stiekem wat pakketjes gekregen en dat heb ik voluit geproefd. Zo lekker. Ja. Wat is je favoriet? Heb je al een favoriete smaak? Ja, de cinnamon roll. Moeilijk om te kiezen, maar als ik toch moet kiezen, ga ik voor de chocolate chip cookie. Mijn fave is, ik denk die hoe heet die chocolate chip dinges? De chocolate chip cookies. Ja. En jouw dan? Ik hoor iedereen over de cinnamon roll, dat die echt heel goed is. Oh, die moet ik nog even proberen dan. Oké, dan nu? Nu. Oké, en hoe gaan we hier uit? Kom, dankjewel.
Dit kan ook echt niet sexy. Jongens, stop met mij. Yoga en pilates en puppies en ijs. Ik wil nu voortaan alleen nog maar sporten met dit soort schattige, lieve puppies. Iedereen was ook vet enthousiast over het ijs. Ik hoop dat de vegan variant ook heel erg snel komt. En nu ga ik gewoon nog even hier wegduiken en met Cupido, zo heet hij, lekker knuffelen. Ja, wij gaan nog even chillen, hè? Oh, oh.